Het weekend van Radio 5. Human, het filosofisch quintet. Denk mee met Ad Verbrugge en Wim Brands. Ja, goedenavond en hartelijk welkom bij het filosofisch quintet op de radio. Humans onderzoek naar actualiteit en filosofie. Live vanuit Café de Smit in Amsterdam. Voor luisteraars die inschakelen voor de Joodse omroep, die moeten we helaas teleurstellen. Hoewel teleurstellen misschien wel niet het goede woord is. Ze zijn er in elk geval over 2 weken weer. En ik zou zeggen, blijft u vooral luisteren. We gaan het hier vanavond hebben over grenzeloosheid. Zo vat ik het maar even samen. Ik moet gelijk denken aan een column van Arnon Grunberg, zijn voetnoot. Het was geloof ik afgelopen vrijdagochtend voor pagina Volkskrant toen hij schreef: gezegend het land dat haren als voornaamste probleem heeft. Maar is dat wel zo? Daar zullen we het over hebben, dadelijk aan het begin van dit programma, over haren. Met aan tafel Daan Rovers, hoofdredacteur van Filosofie Magazine. René ten Bos, filosoof en organisatiedeskundige. En natuurlijk ook elke keer tijdens dit programma aanwezig, filosoof Ad Verbrugge. Straks is hier ook de filmdokter Gawie Keizer. En Gawie gaat in zijn rubriek Gawie weet raad een vraag, een levensvraag, die overigens ook met ons onderwerp te maken zal hebben, beantwoorden met een film. Hij gaat straks uitleggen wat de vraag is en de film natuurlijk. De tweede helft van het programma is het woord aan het publiek dat ons brandende vragen stelt. Publiek dat hier bij ons aanwezig is. Maar we hebben ook onze Twitter-correspondent Mirella van Marcus. En Mirella gaat een vraag voorleggen aan jullie thuis, aan iedereen die luistert. En de vraag is natuurlijk, Mirella, wat gaat de vraag worden? De vraag aan alle meedenkers thuis is: wat is jouw tweetgrens? En het heeft natuurlijk te maken met haren. Het begon als een oproep op Facebook. Uh-huh. Daarna werd het gehyped door Facebook, Twitter. En je hebt het effect gezien. Enorme macht. Het komt natuurlijk omdat het zo'n groot netwerk is. Je kan zoveel mensen in no time mobiliseren. En dan denk ik, dan is het goed om te kijken naar onze verantwoordelijkheid als gebruikers. Wat tweet je wel, wat tweet je niet? Denk je daarover na? Aha. Dus dat is de vraag. Daarover wil ik graag denken vandaag met alle luisteraars. Dus de vraag is: wat is jouw tweetgrens? En dan kan dan getwitterd worden via hashtag filoquintet. En spel dat even. Nou, daar komt hij dan. Hashtag filokwintet. En dan is de vraag even heel kort aan jou nog. Waar ligt die grens voor jou? Ik vind hem heel moeilijk. Ik heb eigenlijk precies op de grens gebalanceerd vorige week. Want ik ging aanvankelijk mee in de lol, de spanning. Ik was ook heel nieuwsgierig. En ik wilde ook twitteren: waar is het feestje? Daar is het feestje. Super flauw misschien, maar ik voelde dat ik het wilde doen. En ik dacht, ja, moet ik het wel doen? Dus ik heb getwijfeld. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Volgens mij niet eens heel bewust, maar gewoon omdat ik weer iets anders ging doen. En ja, achteraf ben ik dus blij dat ik het niet gedaan heb. Ja. Met de inzichten van nu. Waar ligt jouw grens? Hashtag filo. Quintet. En dan ga ik nu de eerste vraag er even bij pakken voor onze filosofen. Human, het filosofisch quintet. Aan tafel, zoals gezegd, Daan Rovers, René ten Bos en Ad Verbrugge. En Ad mag het spits even heel kort afbijten. En de vraag is natuurlijk heel simpel. Dat haren, dat grenzeloze gedrag daar. Ja, is het wel grenzeloos gedrag? En waar staat het voor? Ja. Ja, ik denk dat het schokeffect van haren alles te maken heeft met het feit dat het publiek plotseling ziet dat er een enorme kracht ontketend kan worden. En waarvan dit een voorbeeld is, maar wat zich natuurlijk op allerlei andere manieren kan manifesteren. Dat is volgens mij het eigenlijk verontrustende. Hè? Dus dat er specifiek van ja, wat heeft dat met grenzen te maken? Nou, kennelijk ontstaat er een dynamiek bij een massa of bij de huidige massa. Die in staat is om dingen die wij, laten we zeggen, in normale omgang heel normaal achten. Gewoon respect voor andermans eigendom of enzovoort. Om plotseling in een roes te geraken. Onder andere door het gebruik van alcohol of drugs of pillen.
Maar ook door het event zelf. En dat is volgens mij kenmerkende van zo'n gebeurtenis. Dus dat het staat voor iets wat kennelijk nu mogelijk is. Overigens zijn natuurlijk dit soort massagebeurtenissen in het verleden natuurlijk ook plaatsgevonden. Laten we daar ook niet moeilijk over doen. Tegelijkertijd de vorm, daar moeten we het misschien even over hebben. De codes slaan los dankzij zo'n moderne gebeurtenis. Ik zag Nate in Bos luisteren en ik zag allemaal vragen in zijn ogen staan. Dat klopt, hè? Ja, ik vind het eigenlijk heel vreemd dat Haren zoveel vragen oproept. Omdat dit soort rellen volgens mij van alle tijdslijnen komen af en toe voor. En de link met de sociale media, die kun je hier misschien wel leggen. Maar aan de andere kant weet ik dat niet zo zeker. Die grenzeloosheid, dat is iets wat jeugd opzoekt. Het is meutergedrag. In de zin van Elie Canetti, die ooit is dat prachtig beschreven in Massen noemt macht. Dat langzamerhand, zeg maar, waarbij de meute een soort collectief gedrag gaat vertonen dat een individu zelf niet zal doen. En dat wordt ergens getriggerd in het hele proces. Wat ik ook heel interessant vond was met nieuws dat de meeste mensen zijn eigenlijk wel. Er werd zo'n onderscheid gemaakt tussen de leuke en gezellige gasten en die enkelingen, of die enkeling die dan echt aan het relschoppen was. Dus het is altijd kennelijk een hele kleine groep in wat verder een vrij vreedzame massa is, die er dan voor zorgt dat het misgaat. En dat heeft, voor zover ik dat begrepen heb, ik moet voorzichtig zijn, niet zoveel te maken volgens mij met die social media, maar gewoon met de events daar on the spot, zoals dat daar gebeurt. En ja, verder, we hebben de rellen in Engeland gehad, recentelijk in Frankrijk, in Amiens. En iedereen vraagt zich af, ja, hoe kan dat? En al dit soort incidenten hebben een eigen specifieke oorzaak. Maar op zich weinig bijzonders. Ja. Wat misschien wel interessant is het gegeven dat de spanning rond haar ook precies te maken had met het feit dat er alleen nog maar dat er een massa bijeenkwam. Ja. Dus dat is een soort verdubbeling van het fenomeen. Hè? Dus wat is er spannend aan haar? Ja, het feit dat er wellicht een massa bijeenkomt. En dat zou wel eens uit de hand kunnen lopen. En dat is een deel van de aantrekkelijkheid. Dus het is, je hebt niet eens meer een voetbalwedstrijd nodig. Hè? Maar laat gewoon mensen bij elkaar komen. En dat is de aantrekkelijkheid van het event. En in die zin is natuurlijk de rol van de sociale media wel interessant. Want dat is de manier waarop het ook zelf ging rondzingen. Ja. Kijk, dat is waar, denk ik. Het is een belangrijk punt. Want de gebeurtenis was eigenlijk de gebeurtenis zelf, weet je wel. Die had geen inhoud. Nee. Er kon niemand winnen, er stond niks op het spel. Het feest was geen feest, werd ook de hele tijd gezegd. Dat deed er niet toe. Ja. Dus wat mij helemaal niet verbaast is, als er een paar honderd jongeren bij elkaar komen en er wordt flink gedronken en drugs gebruikt, dat het uit de hand loopt. Nee. Dat is zo, van precies, alle tijden. Dat alle tijden. Testosteron neemt het gewoon over op zo'n moment. Dat is heel normaal, denk ik. Maar wat bijzonder is dat het niet te regisseren lijkt. Omdat die massa komt er of komt er niet. En dat is moeilijk te voorspellen. Terwijl die Ajax-Feyenoord-rellen, die kon je bij wijze van spreken 3 maanden van tevoren in de kalender schrijven. En dan wist je wanneer de Amerika. Ja, en dan kon je ze zelfs nog naar een weiland dirigeren. Wat je van een paar weken van tevoren ook al wist. Dus je gaat te makkelijk, René ten Bos. Ja, misschien wel. Maar dat, aan de andere kant, ik blijf het altijd heel vreemd vinden hoe dit soort dingen gaat. Ik heb pas geleden een geweldig boek gelezen. Filosofie van het voetbal heet dat. Van ene Martin Gresman. Ook in het Nederlands vertaald. En dat was een groot plezier. Hij legt uit in het boek dat toeschouwers bij een voetbalwedstrijd eigenlijk ze steeds verder emanciperen van een voetbalwedstrijd. Dat wil zeggen, ze zijn nauwelijks nog geïnteresseerd in wat er gebeurt. Het is een soort collectief van mensen die hun eigen opwinding bereiken. Los eigenlijk van wat er gebeurt bij die wedstrijd. Dat vind ik. Dat is natuurlijk ontzettend interessant. Ik ga linken leggen tussen wat er in Haren gebeurt en bijvoorbeeld de Wave in een voetbalstadion. Maar dat is volgens mij precies waar het om gaat. Hè? En ook toch wel het bijzondere van zo'n gebeurtenis. Dat emancipatie van het geweld ten opzichte van het voetbal. Dat hebben we ook al gezien. Dat inmiddels gewoon hooligans elkaar gewoon buiten het stadion kunnen treffen.
En hier was denk ik het bijzondere. Niet zozeer dat er geweld bij massa ontstaat, want dat gebeurt veel vaker. Hè. En dat was al in de middeleeuwen. De Hoeks- en Kabeljauwse twisten hadden al een karakter van op een gegeven moment is er geweld en gaan de groepen doen eraan mee. Maar wat er volgens mij hier bijzonder aan is dat het in dat samenspel van media, sociale media, dat gegeven zelf, dat was het feestje. Dus dat de spanning was, ja. we gaan mensen, we komen bij elkaar en misschien gaat het wel mis. Ja, en als ik daar nog even iets aan mag toevoegen, vragend, mm-hmm. wat Atta zegt. Kijk, door bijna helemaal niks gaan we als kippen zonder kop allemaal richting Haren. Daartoe aangemoedigd door allerlei berichten op de radio. Niemand weet precies waar naartoe, maar en daar komen we allemaal. En daar is uiteindelijk dan, daar staat iedereen. Maar dan gaan ze bomen uit de grond rukken en wat niets meer zei. En dan komt het, dan komt de ME er ook nog eens een keer bij. En die vraagt om een protocol en codes, want die weten ook niet meer precies wat ze moeten. Ja. Dat is toch wel nieuw. Dat de politie niet weet wat ze moeten doen. Ja. Nou, dat ze stonden daar echt gewoon zich af te vragen, wat moeten we nu doen? Ze hebben geloof ik nog overgewogen om een grote feestballon op te pompen. Ja, om ze in ieder geval iets aan te bieden in de vorm van een evenement. Om toch een evenement te laten plaatsvinden. Want er was ook geen tegenstander waar je op kon afreageren. Er was niks. Nee, er was het grote niets. En dat grote niets dat draagt... Dat hebben we niet opgebouwd. Ja, maar het grote niets was tegelijkertijd hier, zeg maar, had de potentie om alle kanten op te schieten. En dat was de aantrekkelijkheid. Ja. Dat is altijd een kenmerk van het grote niets. Wat zeg je dat begrijp? Nou ja, je wil onderdeel zijn van iets, van een evenement waar je niet precies weet wat er gaat gebeuren. Daar wil je toch bij zijn. Ben je toch nieuwsgierig naar. Ik snap dat wel. Ja, maar het was ook die anticipatie, ook op geweld. En dat was het interessante. Men was al bezig met de mogelijkheid van ontsporing. En dat was een deel van het bijzondere van Haren. En bedoel, in die zin was het natuurlijk ook Project X. X was natuurlijk ook een afspiegeling van precies zo'n excess. Maar het zou het kunnen zijn dat het ook iets lijkt op een soort kijkersfile. Dus er gebeurt iets, een calamiteit aan de andere kant van de weg en dan is de file vaak groter dan de overkant. Ja. Dus mensen zijn toch op de een of andere manier worden aangetrokken door grensoverschrijding of de mogelijkheid dat er iets gebeurt of pure potentie om jouw woorden te gebruiken. Ja. Denk jij dat er mensen naartoe gingen? Er waren toch geen kijkers? Er was toch niks om naar te kijken? Dus de kijkers waren de deelnemers. Nee, maar ik reageer op wat Art zegt, namelijk dat er wel een verwachting was. Ja, En er was zeker een verwachting. Want, ja, dat denk jij. Ja, nee, wij veronderstellen van alles, maar wij zijn er geen van vierde geweest. Nee. We drukken ons wel als volgt uit. Dan gaan we allemaal naar Haren. Ik citeer even ons. Ja. Wat natuurlijk niet zo is. Er zijn eigenlijk maar een paar duizend mensen geweest. Maar dat heeft natuurlijk ook wel iets te maken met wat we veel zien. Dat is nogal wat uitgaansgeweld. Dus het is meer dan de helft, heb ik wel eens door een politie laten vertellen, van waar inmiddels de activiteiten naar uitgaan. Dus gewoon in het weekend gaan jongeren zich volgieten en vervolgens ontstaan er allerlei gebeurtenissen. En je kan natuurlijk ook zeggen dat volgt ergens ook een vergelijkbaar patroon. Op het moment dat je een halve fles wodka leegdrinkt, dan weet je gewoon dat er dingen gaan gebeuren. De drank zet als het ware ook gebeurtenissen in werking. En je hebt kennelijk ook, om een leuke avond te hebben, dat nodig. Dus in die zin staat het niet op zichzelf. Je gaat niet naar een fantastisch concert. Je bent niet een enorme muziekliefhebber of een mooie film of naar een voetbalwedstrijd. Maar je gaat gewoon gebruiken en kijken wat daar gebeurt. En dat is, als je het hebt over ontgrenzing. Dus alcohol is natuurlijk een bekende ontgrenzer of ontremmer ook. Die hebt ooit die clip gehad van The Prodigy. Smack My Bitch Up was het geloof ik. En daar zie je ook hoe iemand in zichzelf gezogen raakt. En dat is volgens mij de situatie. Van je komt in een soort collectieve roes die toch heel opwindend is. En tegelijkertijd iets heel verveelds heeft. Want het is leegte. Ik wil even een sprongetje maken. Hè. Dus we komen in die roes. We staan daar allemaal in Haren. En dan komt nogmaals de ME aangetuft en de politie. En die vragen om codes en protocol. En ik kijk nu even naar jou. Nee, want ik weet dat jij het hardgrondig met me oneens gaat zijn.
En die politie en die ME, die willen protocol, die willen codes van hoe ze zich moeten gedragen. En toen ik dat las, dacht ik, hé, maar dit ken ik. Er zijn steeds meer beroepsgroepen in Nederland die daarom vragen. Bankiers bijvoorbeeld. De bankiers zelf. Hè? Toen moest ik opeens ook aan Moskowitz denken natuurlijk, die voor de tuchtraad moet verschijnen, omdat hij zich niet aan de codes houdt. En toen dacht ik, warempel, hier hebben we toch een hele nieuwe maatschappelijke ontwikkeling te pakken. Nou, kijk, dit is een hele grote vraag. Ja, maar dat is ook voor het programma goed. Ja, weet ik. Maar om te beginnen met de politie in Haren. Het is voor ME'ers bijvoorbeeld ook heel erg moeilijk om zonder die codes te werken. Er is natuurlijk in de media over gepraat dat het allemaal laf zou zijn. Maar stel je voor dat ze daadwerkelijk spontaan zouden reageren op wat er gebeurt. Ja. Dan zou je zonder enige twijfel een excess aan geweld krijgen. En dat blijft heel erg moeilijk. Die mensen weten natuurlijk heel erg goed dat er naar hun kijken of naar hun functioneren gekeken wordt. En dat maakt het heel moeilijk om zeg maar op zo'n spontane gebeurtenis ook op enige wijze spontaan te reageren. En dat is voor voor politiemensen is dat erg lastig. Ik ken een verhaal uit Enschede. Er belde ooit eens een dame die bij de politie zit. Die belde mij op dat FC Utrecht supporters hadden afgesproken met FC Twente supporters. Utrechtenaren zouden dan ergens op langs de autobaan elkaar ontmoeten. In de buurt van Markelo. Dat is voor Amsterdammers iets voorbij Deventer. En daar is een stokje voor gestoken. Daar konden ze heel precies op reageren. En al die Utrechtenaren zijn toen teruggegaan. Maar ik weet nog heel goed dat ze zei dat die jongens die ze tegenhield, 150 of zo, waren zo diep teleurgesteld dat de matpartij met Twente supporters niet doorging. Dus het heeft ook iets met zoiets. Ja, die film, hè. Je hebt het over Prodigy, maar denk ook aan Finch, The Fight Club. Ja. Ja, een soort een wil die dat mannelijke testosteron, dat is een pleonasme. Maar dat allemaal. Nee, dat is geen pleonasme. Die mevrouw die. De filmrubriek van Gabi, die komt straks pas. Maar we hebben al een heleboel films gehad tot nu toe. Dat is heel goed. Maar even over die falende beroepsethiek. Ja, dat heeft veel oorzaken. Of zoals iemand uit het publiek nu vraagt, kun je een ethisch kompas schrijven? Nee. Nee? Nee. Maar Wim, is het zo dat bankiers zelf om die eten vragen? Dat is toch niet zo? Die opgelegd. Er zijn, Moskovic vraagt er toch ook niet om bij de tuchtraad te komen? Er zijn bankiers die hebben gewezen op het feit dat collega's van hen zich niet houden aan de codes die daar moeten gelden in de vak. Moskowitz, zelfde geval, om een voorbeeld te geven. Britta Beuler, die schreef nog niet zo lang geleden in het Parool van wat deze man doet, dat kan dus absoluut niet. Die houdt zich niet aan de codes. En ik zit dan ook maar met die ME. Nou goed, die ME. Het is in tijden van marktwerking is het steeds moeilijker geworden voor professionals om je aan codes te houden. Ik wil het even niet over Moskowitz hebben. Kijk, een van de belangrijkste kenmerken van professionals is altijd hun marktimmuniteit geweest. Dat wil zeggen, hun functioneren wordt niet beoordeeld door de klant, maar wordt in feite gewoon beoordeeld door, laten we zeggen, de betere beroepsoefenaren. Hè? De collega's, zou je kunnen zeggen. Dat is de functie van bijvoorbeeld een medisch tuchtcollege of de orde van de advocaten. En ga zo maar door. Nou, die macht van die professionals, hè, namelijk dat ze immuun kunnen zijn ten aanzien van de markt, die is natuurlijk door die invoering van marktwerking gebroken. Dat betekent ook dat de codes en daarmee het toezicht van professionals op professionals natuurlijk steeds moeilijker geworden is. En steeds moeilijker is om dat na te leven. En dat is een proces geweest, dat is al 25, 30 jaar aan de gang. Dat hebben professionals overigens voor een gedeelte ook over zichzelf afgeroepen. Door allerlei wantoestanden. Heel beroemd in Engeland is dat verhaal van die Harold Shipman. Die Doctor of Death, die ongestoord zijn gang kon gaan. Die heeft tientallen mensen naar de eeuwige jachtvelden gezonden. Precies, ja, die kregen in een soort soevereiniteitswaan. Zoiets speelt denk ik in Haren ook een rol. In een soort van soevereiniteitswaan gewoon de mogelijkheid om van alles en nog wat te doen. Hij werd niet gecorrigeerd. Conclusie van politici en dergelijke is, jullie voeren geen goede controle op jezelf uit. Dus dat moet anders.
dat is, dan komt zoiets, nou, dat is een heel groot verhaal natuurlijk, maar neoliberalisme, marktwerking overal. En dat heeft die macht van professionals gigantisch aangetast. Er is eigenlijk altijd tegen ze gezegd, jullie codes die werken niet, functioneren niet. En dat is gewoon, daar betaal je dan op een gegeven moment ook. Maar dus hebben we wat dat betreft een probleem. Ja, maar is... ik denk wel goed om toch die twee gebieden even uit elkaar te halen. Ja. Dus voor de duidelijkheid. Dus wanneer we het hebben over de roep om een protocol bij de politie. Dan hebben we het eigenlijk om, en dat gaf René ook heel goed aan. Je hebt met omstandigheden te maken die nieuw zijn voor een deel. Dus we kennen ze wel een beetje. Maar zo in zo'n dorp, op die manier, dat is dan nieuw. Wat heel belangrijk is dat wil je geweld gebruiken, dat op een manier gebeurt waarbij de politie zelf weet van oké, dit gaan we dus nu doen. En de onduidelijkheid was door het nieuwe van de situatie, dat dus ook die ME'ers zelf in een soort onduidelijkheid kwamen. Hoe reageren we hierop? En met name natuurlijk leidinggevend. Dus daar moet een vorm van protocolisering dan plaatsvinden. Simpelweg om met manschappen helder en duidelijk te kunnen reageren. Hoewel natuurlijk altijd een moment zit van onzekerheid. Maar dit was toch nieuw. Het protocol waar jij het over hebt, dat is. Dat heeft meer te maken met het feit dat niet zozeer dat iemand niet weet wat hij moet doen. Maar dat we ergens wel degelijk weten wat we moeten doen, maar dat niet gebeurt. Ja. Dus een ander type onzekerheid, bijvoorbeeld van het publiek, is zo'n bankier wel te vertrouwen. Is die advocaat werkelijk bezig met het recht van de cliënt of is hij met iets anders bezig? Dus dat zijn vragen die veel meer te maken hebben met laten we zeggen, de moraliteit van een bepaalde beroepsgroep en de transparantie voor die beroepsgroep zelf, wat dat dan is. En voor het publiek, wat mag je van elkaar verwachten? En in die zin, beide zijn reacties op onhelderheid en een nieuwe situatie. Nou ja, dat hebben ze gemeen. Meer dan dat bedoelde ik ook niet. Dat het reacties zijn op iets wat we niet kennen en opeens... En dan zou je nog een, want dat zou je eerlijk kunnen zeggen, het nieuwe van de situatie is misschien dat ook Bret Easton Ellis heeft bijvoorbeeld dat soort films neergezet, American Psycho, dat ook de mensen die leiding geven of op een hoge positie staan, in een roesachtige toestand kunnen verkeren, waarin ze ook puur maar uit zijn eigenlijk op de kick, of het zoveel mogelijk geld maken, over, ik bedoel, in de films die handelt over Wall Street, Inside Job. Inside Job. Dat zie je gewoon dat diezelfde bankiers, dat die s'avonds, als je het hebt over de overeenkomst, dat diezelfde bankiers, en gewoon op rekening van hun bank of van een consultancybureau s'avonds naar de hoeren gaan en kooksnuivend gewoon een bestaan leiden. Ja, kijk, daar zijn we toch op één spoor, hoor. Het spijt me. Nee, maar daarom. Nee, maar goed, ik probeer even de link te leggen. Namelijk, om het heel moralistisch te zeggen, gewoon een kickmaatschappij. Ja. K-I-C-K. Ja, dat begrijp ik, dat het zo gespeeld wordt. Maar het heeft ook te maken met het uitbannen van excessen natuurlijk. Zeker in die advocatuur en in die bankenwereld nu. Nou ja, die inside job. Ik snap eigenlijk niet dat al die mensen daar nog zitten, weet je wel. Ja, dat is onvoorstelbaar. Die zitten allemaal weer. Al die... Het halve kabinet van Obama bestaat. Ja. Het is al vaker opgemerkt. Kijk, je moet er ook geen zedendiscussie van maken van die bankiers en de professionele crisis. Dat doen we veel te sterk. Het is natuurlijk gewoon, en dat wordt door de meeste economen ook zo gezien, een systeemkwestie. Waarbij ook al heb je zelf een hoog zedelijk gevoel, je gaat toch mee in dat systeem. En dat is natuurlijk een leuke overeenkomst met haren. Het is heel moeilijk voor mensen, dat is echt mijn overtuiging, om altijd het trotse ethische of een trots soort ethische allure te behouden in verschillende omstandigheden. Dus mensen die heel normaal functioneren aanvankelijk en die doorgroeien naar de top, die gaan op een gegeven moment, daar is zoveel onderzoek naar, gaan ze toch moreel dysfunctioneren. Ja, dat is volgens mij ook de overeenkomst in deze dingen, dat die morele code die dan gevraagd wordt van bankiers of van advocaten, dat is toch iets wat van buiten moet komen. Want het vertrouwen van een beroepsgroep dat die zichzelf
zijn belangen behartigt en tegelijkertijd zichzelf corrigeert, dat is toch een beetje veel gevraagd, ja. Vrees ik. Ja, maar ik vind die opmerking van René heel relevant en ik sta er ook helemaal achter, hoor. Dat is ook in het onderwijs zie je hetzelfde probleem. Nou, je moet, bij Plato zie je al heel vroeg dat de vraag naar de deugd samenhangt met de vraag naar de inrichting van de polis. En je kunt niet het een zonder het ander doen. En ik heb dat te vaak meegemaakt, dat je ziet dat de problematiek wordt gereduceerd tot een morele kwestie. Dan gaan we gedragscodes opstellen. En ondertussen blijft de drang van het systeem eigenlijk nog van die naart dat het helemaal niet wenselijk is dat je die moraal hebt. Sterker nog, dus wie bijvoorbeeld een bankier simpelweg promotie geeft omdat hij zoveel mogelijk hypotheken heeft afgesloten. Dat is een bankier die dus niet meer primair bezig is met de zorg voor zijn cliënt. Dus die prijzen worden nog steeds uitgereikt. Precies. Dus je kunt gedragscodes afspreken, maar als je ondertussen eigenlijk een systeem hebt waarin die hele morele dimensie die je dan zo belangrijk vindt überhaupt geen rol speelt, ja, dan span je het paard achter de wagen. Dus het gaat altijd om een zicht van je, en dan ben ik er eerder voor om het systeem aan te pakken, zodat je ook ziet dat die attitudes kunnen veranderen, dan alleen maar. Maar wacht even, dat is interessant. Want dan gaan we even afrondend doen voordat Gabi dadelijk de 10e film van vanavond gaat noemen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat dan aanpassen? Wat ik zelf... Heb jij eens wat René daar onder zijn neus krijgt? Ik lees dit en ik neem een nota van. Ik moet goed in de microfoon blijven praten. Dat moet je, prima. Dat moet je sowieso. En nog iets, niet achteroverleunen. Dat heb ik je nu ook al twee keer zien doen. Ja, maar dan luister ik. Het mag een feest zijn hier, maar het is wel de bedoeling. Ja, oké, het systeem. Dat zal gelet zijn. Je hebt bijvoorbeeld die discussie. Ik heb er van de week toevallig een stuk over geschreven. Over de eed. Bankiers moeten een eed afleggen. Is ook een heel vreemd. Daar had Ad het net over. Hè. Er moet iets van buiten komen dat het als het ware voor zorgt. Bij de eed is het bijna iets religieus. Hè. Want wanneer leg je een eed af? De eed is zo interessant, omdat iemand dan uit naam van het hogere spreekt. Mm. Ook in die oude Griekse tijd was de horkos, hè, de eed. Dat was al iets van je spreekt uit naam van God. Je laat God eigenlijk meekijken. En een samenleving waarin dat niet meer kan, daarin verliezen mensen als het ware hun waarachtigheid. Want je hebt die waarachtigheid in zekere zin nodig, doordat er het hogere is dat meekijkt. Mm. Ik vind het ook niet vreemd dat iemand van het CDA met het voorstel komt om bankiers een eed te laten afleggen. Het is fundamenteel christelijk om dat te doen. Maar de oude Grieken deden dat ook al. Nou, we hebben tegenwoordig niet meer zoveel de eed, maar we hebben ook de belofte, omdat we niet meer in God geloven. Dat is een devaluatie van de waarachtigheid van mensen die spreken. Oh. En dat is een beetje een merkwaardige redenering misschien. Als je niet. Wat volg je niet, Daan? Heel goed. Dat volg ik echt niet. Waarom is een belofte minder waarachtig dan een eed? Omdat we niet meer in God geloven? Ik ben je kwijt. Oh, ja, precies. Omdat jij weet dat het hogere jou kan straffen. Je hebt die prachtige fabel van Aesopus. Waarbij een man op een gegeven moment geld van zijn vriend ontvreemd. En die vriend die wil dat geld terug, spant een rechtszaak aan. Maar hij weigert dat terug te geven. Hij is wel zo verstandig om de stad uit te vluchten. Hij vlucht dan ook daadwerkelijk de stad uit. En dan komt hij die Horkos tegen, die ook de god is. Hè, een zoon van Eris, de twistgodin. Die dan op een of andere manier zegt van ik kom hier eigenlijk maar heel zelden. Eén keer in 30, 40 jaar. En dan liegt die vent weer. Hij zegt, ik heb dat geld dus niet ontvreemd. De dag erop staat Horkos er weer en gooit hem dan wil die man van een klif afgooien. Die man die zegt, ja, maar je zou maar één keer in de 30, 40 jaar terugkomen. Waarop Horkos de man antwoordt, luister, een prachtige fabel. Als mensen mij proberen te bedriegen, dan kom ik de volgende dag nog terug. Dat wil zeggen, je kunt met God geen afspraak maken over wanneer je gestraft wordt. Even praktisch. En dat vind ik dus dat is de moeilijkheid dus van een eed. Want de grote vraag die je met een eed moet stellen in dit verband is natuurlijk, is een eed nog geloofwaardig in onze tijd, waarin we niet meer zo makkelijk geloven? Maar kun je bijvoorbeeld, om het even heel praktisch te maken, zoals iemand zich hier in de zaal afvraagt, kun je, zoals minister De Jager wil, door strafrechtelijke
maatregelen te treffen die bankiers die niet in het gareel willen, weer in het gareel krijgen. Dat kan natuurlijk altijd. Is dat voldoende? Nee, maar dat kan natuurlijk altijd. Ja, dat snap ik, maar is dat voldoende? Nou, kijk, waar het hier om gaat, is dat je moet nadenken over wat dus eigenlijk een beroep inhoudt. Hè? En ik denk dat op dit moment zit de laatste jaren die discussie breder. Hè? Dus niet alleen waar ik het over waar het gaat om bankiers of advocaten, maar je ziet ook bijvoorbeeld rond leraren, leraarschap. Heel de beweging die een jaar of 6-7 geleden is ingezet rond beroepseer. Waarin een soort bijna een ontwakend. Ontwakende herwaardering plaatsvindt voor zoiets als de intrinsieke waarde van een bepaald beroep. Dus dat je een beroep niet alleen doet omdat het je geld oplevert, of omdat het je macht geeft, om maar eens twee hele uitwendige goederen te noemen, maar om simpelweg omdat het iets is wat voor jou intrinsiek een betekenis heeft. Dat ik een college geef wat ik graag goed wil doen op de manier waarop ik erachter sta. En dat is tegelijkertijd, is dat ook een morele kwestie. En datzelfde geldt dus voor die bankier. Dus mensen van goede voorlichting voorzien en dat op een goede manier doen, is in zekere zin dus een intrinsieke waarde. Iets wat aan de uitoefening van beroep zelf zit. Ik wil jou onderbreken, want ik wil dit dadelijk over de filmrubriek heen tillen. Ik vind het namelijk wel een mooi besluit tot nu toe. En ik zit dus te denken nu even had. Ik heb me nog even tot jou. Ja, we zijn er nog niet meer klaar. Nee. We zijn er helemaal nog niet meer klaar. Maar het gaat er dus om dat die beroepen zichzelf voor een deel, de beoefenaren daarvan, de betekenis van het beroep eruit hebben geblazen. Ja, ja. He, zoals zeg maar de feestganger in Haren. Ja, ik kan het niet nalaten om toch even die cirkel te maken. Ook het begrip feestganger opeens tamelijk leeg heeft gemaakt. Ja, dus zeker. Dus... Ja, nee, ik bedoel, dat zijn toch geen feestgangers meer? Ja, nou, het is roofgangers. We gaan hier echt straks op door. Je kunt trouwens op deze uitzending van het Filosofisch Quintet van de Human reageren. Hier aan tafel trouwens de filosofen Ad Verbrugge, Daan Rovers en René ten Bos. En je kunt op deze uitzending van het Filosofisch Quintet reageren via Facebook en Twitter. Denk vooral met ons mee. En Mirella had aan het begin van dit programma ook al een Twittervraag gesteld. Dus Twitteraars, reageer daarop. Je kunt ook op deze manier op kwesties in het leven reageren. Niet alleen door naar Haren te gaan, maar ook op een filosofisch programma. Dat is dan wel weer het mooie van twitteren. Ben je met een tweet zelf wel eens over de grens gegaan? En twitter dat naar hashtag filoquintet. Goed, hè? Ben je met een twitter wel eens over de grens gegaan? Stuur die naar. Ja, nee. Dit is filosofie, of niet?